Met 3 maart in zicht wordt er zelfs campagne gevoerd in natuurgebied Radio Kootwijk. Potentiële kiezers konden daar vandaag wandelen met de ChristenUnie. Bij de historische zendgebouwen van Radio Kootwijk melden zich rond het middaguur zo'n 35 belangstellenden voor de wandeling. Wij dachten altijd naar zaaltjes om mensen te spreken, dat is een beetje saai. Mensen vinden dit blijkbaar heel leuk, want er komen meer dan 30 mensen hier met ons meewandelen. En die kunnen hier bij Radio Kootwijk kijken in de kathedraal daaromheen. En ze mogen ondertussen aan de politici vragen stellen rond politieke thema's. Als nou het kabinet is gevallen, blijft de ChristenUnie nog wel in het kabinet? Ja, je hebt misschien gezien dat ministers van de Partij van de Arbeid... Kom je gewoon voor de excursie of kom je voor de ChristenUnie? Allebei. Ja, je bent eigenlijk nog wat te jong, hè? Je mag nog niet stemmen. Maar als je mocht stemmen, waar ga je dan op stemmen? Op de ChristenUnie, omdat het een goede partij is die ook meer speelplaatsen voor kinderen wil. Maar er zijn ook mensen die niet speciaal voor de partij zijn gekomen. Ik kom voor de rondleiding. Ja. We kwamen hier gewoon op doorreis. En toen dacht ik van, oh, Radio Kootwijk is toch iets, misschien een museum. En daar wil ik maar naartoe. En toevallig was hier de rondleiding verzorgd door de ChristenUnie. En denk van, ik sluit me bij aan en dat mocht. Dus daar hebben we een mooi voordeeltje van. Ja, en gaat u nou ook op de partij stemmen? Want ja, dat heeft u wel een beetje aan de ChristenUnie te danken. Ja, maar ik stem niet op de ChristenUnie. Nee. Ik heb een beetje een PvdA achtergrond, dus het wordt PvdA, denk ik.